Hele goede middag jongens. Het is weer tijd voor een nieuwe video. Deze video ga ik eigenlijk zo snel mogelijk proberen een karp te vangen. Ik loop eigenlijk door mijn eigen straat heen. En Wietse die klopt boven al uit zijn raam. En ja, ik heb eigenlijk een paar karpjes gespot gisteren al met moederdag bij ons voor in de sloot. En ja, die ga ik proberen te vangen. Dus dat is wat ik ga doen. Even wat korsten gevoerd daarnet. Ga ik eerst de karpen laten azen. Dan ga ik daarna vissen. En dan moet het helemaal goed komen. Nou jongens, ik hou even mijn Polaroid beeld ervoor. Maar ik weet niet of jullie het goed zien. Maar... waar zit hij nou? Daar zo. Zit dus een karper te azen. Nou, jullie zagen net die karper azen. Maar ik heb, denk ik, 2 minuten geleden heb ik 2 handjes korsten erin gegooid. En dat is ook de bedoeling. Je moet ze eerst even die karper vertrouwen krijgen in de korsten. Dus je laat hem gewoon even een tijdje azen. En ja, als je dan vertrouwen hebt, dan ga je pas vissen. Dus je gaat hem niet gelijk belagen. Je laat hem eerst even proeven van het voer. Daarna ga je erachteraan. Dus ik ga nu mijn hengel klaarmaken. De korsten zijn bijna op, zie ik al. Dan moet het goed komen. Mijn hengel van... hoe lang is die? 2 meter nog iets? 3,90 meter. En eigenlijk zat een pennetje aan, die heb ik even afgehaald. Alleen een haakje dus. Hoe doe je dan de korst op? Dan heb je hier die korst. Doe je hem gewoon door die korst heen. Niet te moeilijk doen. Je hoeft hem toch niet ver te werpen. En dan eigenlijk het haakpunt moet vrij zijn. Dat vind ik altijd belangrijk. Ik niet. Weet je niet, ik wel. Nou, goedemorgen jongens. Middag. Gisteren is het niet gelukt om het te vangen. Maar ik heb nu een uurtje pauze. Ik ben dan thuis aan het werk. En ik heb wat korsten gevoerd. En ja, ik weet niet of je het ziet. Maar voor de kant hier zo. Zit hij toch echt weer te happen. Dus ik ga het even een kwartiertje proberen. Want mijn pauze is voorbij. En ja, het moet wel goed komen. Nou jongens, het schepnetje is gemaakt, het hengeltje staat klaar en hier is de sloot, echt gewoon 2 meter uit mijn huis. Ik heb de zoomlens erop, ik ga proberen de aanbeet te filmen en jullie gaan het zien. Hoppa! Ja jongens, jullie zagen het. Hij lag denk ik 1,5 minuutje. Even uitzoomen. Maar dan gaat hij als een jekker. Voor mij nou best een mooi ook gewoon. Moet je eens kijken dan. Heel die topkrom. Ja, hoe lekker weer het hebben zo in je pauze. Prachtig. Ik zal jullie even het verschil laten zien van een Polaroidbril met en zonder. Dit is zonder. En zo. Is het net. Zie je het verschil? Zo jongens, wat een prachtige vis. Ik denk een kilootje of 7 of 8. En ja, ik denk dat ik 2 minuutjes in lag. En toen pakte hij hem al. Ja, hij zit echt helemaal vol met kuit.
En ja, ik ben er helemaal blij mee. Prachtig zo, lekker thuiswerken. En ondertussen gewoon een super mooie visje vangen. Ja, dat is nog eens een effectieve pauzebesteding. Ja, ik denk dat hij weer terug kan. En ik ben er helemaal blij mee. Super. Nou jongens, dit was weer het einde van de video. Vonden jullie nou leuk? Mooie vis gevangen toch? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Volgende week weer een lange video van onze kant. Dit even gewoon een korte tussendoor. Ook altijd leuk. En weer een mooie visje gevangen. En ja, zien jullie volgende week dinsdag 3:30. We gaan weer wekelijks uploaden jongens. Doe gewoon een duimpje omhoog om het niet te missen. Abonneer voor meer. En dan was het wel.